Allereerst wil ik heel graag Christel even uitnodigen om op het podium te komen. Dames en heren, Christel. Christel, hoe heet het ding waarvoor jij hier bent? De iSocial app. Sorry, ik had het helemaal goed. Oké, de iSocial app. Dus een app waarmee we maatschappelijke vernieuwing willen versnellen en zichtbaar maken. Dus als jij zelf een maatschappelijk initiatief of een maatschappelijke activiteit hebt, of je bent geïnteresseerd om te weten waar zijn sociaal vernieuwers in Nederland, vanmiddag tussen 3 en 6 uur gaan we de app lanceren. En we willen eigenlijk voor die tijd ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk sociale initiatiefnemers en activiteiten op de app staan. Je kunt de app al downloaden in de Google Play Store. iSocial.nu moet je dan even opzoeken. In de App Store komt die later deze week, want Apple die is niet zo snel. Maar je kan wel bij onze stand, dat is helemaal achter in de zaal, bij die kaart van Nederland. Kun je komen en dan kunnen we jou alvast een link geven dat je hem kan downloaden. iSocial, een app voor sociale vernieuwers. Dat lijkt me een heel breed begrip. Kun je voorbeelden geven van dingen die straks in die app moeten gebeuren of mensen die elkaar moeten kunnen vinden? Ja, het gaat zeg maar om initiatieven die eigenlijk oplossingen vinden voor maatschappelijke vraagstukken, onderwijs, zorg, welzijn, energie, duurzaamheid. Ja, heel breed inderdaad. Dat wel. En het idee is dan dat als iemand ergens in het land een mooi idee heeft voor een initiatief, dat hij via jullie app ook kan ontdekken dat er andere mensen zijn met vergelijkbare initiatieven en dat op die manier het netwerk snel verbeterd kan worden. Inspiratie opdoen, kennis uitwisselen, maar ook als je zelf in Amersfoort bent, je hebt een uurtje over, je denkt wat is hier te doen, kan je de activiteiten vinden, maar je ook meteen aanmelden. Dus echt interactie bevorderen. Nou, het lijkt me dat Permanent Beta een dag is waarop mensen die dit soort dingen de moeite waard vinden en doen, ook rondlopen. Dus ik hoop dat jullie vandaag een hoop nieuwe mensen erbij hebben. Tussen 3 en 6 wordt die gelanceerd, maar je kunt nu dus al naar de hoek van iSocial en je als initiatiefnemer aanmelden en vertellen wat voor mooie dingen je op sociaal innovatiegebied aan het doen bent. Dankjewel, Christel. Ik vroeg er net waar jullie vandaan kwamen en dat is omdat ik zelf uit Groningen kom en dus als ik hier vanochtend de opening had willen meemaken, best wel vroeg in de trein had moeten zitten. Dat heb ik dus ook niet gedaan. Maar Permanent Beta draait al een tijdje. Permanent Beta is duidelijk een heel leuk idee. Heel veel mensen komen erop af. Dat moeten er nog veel meer worden. Dus een paar mensen in Groningen hebben bedacht dat Permanent Beta ook naar Groningen moet komen. Jee, wordt er al geroepen. En dat gaat vanaf dit najaar gebeuren. Ik wil graag, we zijn hier ook vandaag met z'n tweetjes om jullie alvast beter te leren kennen. Ik wil graag Jarno Diersma er even bij. Jarno. Ja, dankjewel. Belangrijk. Jarno, wat gaat Permanent Beta Groningen betekenen? Nou ja, we gaan proberen om dit initiatief dus in Groningen op te zetten. En juist wat we willen gaan doen is om mensen uit Noord-Nederland die hieraan willen bijdragen, in de vorm bijvoorbeeld van een goed idee, of wanneer je zelf heel enthousiast bent over een onderwerp en je hebt het idee van god, daar willen we een middag of whatever, een bijeenkomst over organiseren, dat je ons even aan het vestje trekt om te kijken hoe we dat met z'n allen kunnen gaan doen. Ja, zo is het. Dus heb je een verhaal waarvan je overloopt, wat je graag met de wereld deelt, ben je goed in, en dat is ook wel belangrijk, faciliteren van andere werkvormen dan zo traditioneel een lezing geven. Hè? Ben je goed in worldcafés of barcamps of wat dan ook? Willen we je ook leren kennen, want we willen heel veel van dat soort vormen in Groningen gaan gebruiken. We hebben dingen op het programma staan over het basisinkomen, over Bitcoin. Maar we zijn hier vandaag om van jullie te horen wat je ook in Groningen zou willen komen vertellen. En we zullen dat zeker op de Twitter ook nog een paar keer gaan delen, want we hebben ook een mooi formuliertje gemaakt. Dat als je weet van iemand anders die een goed verhaal heeft en wel in de buurt van Groningen woont, kun je hem dat even of haar dat even vertellen. En dan kan hij zichzelf zo opgeven bij ons. Nou, bijna genoeg van jullie tijd gevraagd, maar het mag duidelijk zijn dat Permanent Beta meer en meer moet worden. En daarom ga ik de microfoon nu doorgeven aan, met heel veel extra galm, aan Jan-Willem Alfenaar. Waar ben je? Jan-Willem, je krijgt hem gewoon van mij. En je mag helemaal vertellen wat je wil vertellen. Dankjewel.
Ik ben hier vandaag voor het eerst en ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik geniet. Ik leer heel veel nieuwe dingen. Ik vind heel veel leuke nieuwe mensen ontmoet. En volgens mij 2 maanden geleden had Martijn mij al gevraagd, zou jij geen permanent beta in het zuiden van Nederland willen gaan doen? Dus ik ben vorige week gestopt met Social Media Club na 4,5 jaar. En wij gaan inderdaad september beginnen met permanent beta Zuid-Nederland. Dus ik zoek iedereen die vandaag hier is en komt uit Limburg, Brabant of Zeeland, meld je bij ons, bij mij of mijn collega Martijn, en zeg dat je mee wil doen, want we willen een organisatie van 100 man hebben, die het allemaal autonoom zelf gaan regelen. Dus meld je bij ons en we gaan het zuiden veroveren met elkaar. Dankjewel.